Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat er in een teken van je agenda erbij pakken. Alleen, nu worden we uitgenodigd als we de energie vertalen en jij wil ermee werken, natuurlijk, dat zijn de voorwaarden hiervan. Om te kijken of je dingen in je agenda zo ingedeeld hebt en in je agenda hebt staan, doordat dat van buitenaf zo moet. Dus of je omgeving. Niet te veel invloed heeft op je dagelijkse agenda terwijl dat niet nodig is en terwijl dat niet goed voelt. Dus als je naar je agenda kijkt, is het dan jouw agenda of is het gevuld door invloeden van buitenaf, door mensen uit je omgeving? En past dat eigenlijk helemaal niet? Daar mogen we volgens de uitnodiging van de energie deze week naar kijken als we hem vertalen. En daarbij hebben we ook weer een aantal energetische dagen die hier. Ja, een uitnodiging in hebben, of die hier eigenlijk de, de, de grootste invloed in hebben. Maar nogmaals, alleen als je ermee wil werken, natuurlijk. We hebben een poordag op 8 oktober, dus dat is morgen. En die poordag nodigt je uit om de stilte op te zoeken. En liefst ook letterlijk, lichamelijk de stilte op te zoeken, zodat je kunt voelen wat je allemaal bij je draagt, wat er allemaal in je energetische rugzak zit, en vooral welke verantwoordelijkheden die je op je schouders draagt dat je dan ook kunt voelen van, hé, hey, die verantwoordelijkheden zijn die wel van mij. En als ze niet van mij zijn, wil ik ze dan dragen. Want soms draag je ook even tijdelijk verantwoordelijkheden voor een ander en voelt dat goed. En past dat bij je normen en waarden, is dat een keuze geweest. Maar liggen er niet zieke dingen op mijn schouders en draag ik niet dingen in mijn rugzak mee... die ik eigenlijk niet meer wil dragen en die ook niet nodig zijn om te dragen, maar... Uit angst, onzekerheden of om de behoefte om het goed te doen, of de behoefte om te pleasen, of perfectionisme. Drukken die op mijn schouders en mag ik die dus loslaten. Dan hebben we het eerste kwartier. En die heeft de grootste energetische invloed van, um, van deze week. Die valt op 10 oktober. Ik wil bijna zeggen deze maand. Maar deze week, 10 oktober, eerste kwartier. En die nodig je dus uit om naar je gewone dagelijkse ritme te kijken. En voor ritme heb ik natuurlijk agenda gemaakt. En vooral om te kijken of er dus dingen in jouw agenda staan. of hoe jouw dag ingevuld is. door de verwachtingen en meningen en, en visie van anderen. Dat anderen vinden dat jij dat zo moet doen. of misschien dat je dat van je ouders of leerkrachten vroeger hebt meegekregen. die vinden dat jij dat zo moet doen. dat dat normaal is, dat dat zo hoort. Terwijl het helemaal niet bij je past en eigenlijk ook dat dat niet nodig is. Of, en die kan wel wat lastiger zijn. Of er geen dingen in je agenda staan die je doet om je als het ware los te maken van mensen die je niet mag. Dus bijvoorbeeld dat je bepaalde ouders op het schoolplein wil vermijden omdat je daar gewoon geen goed gevoel bij hebt en dat je daardoor op een ander tijdstip je kind naar school brengt, maar dat het eigenlijk, als je daarnaar kijkt, niet echt past bij. Het, het, bij het ritme wat je kind heeft en eigenlijk ook niet past in jouw dagindeling, maar dat je als het ware een soort van in verzet daardoor bent of probeert er te werken. En als je heel eerlijk bent en naar jezelf kijkt, dan denk je van ja, eigenlijk werkt het helemaal niet dat ik dit zo doe, dat ik mijn agenda hierop aanpas. Dus ik mag een andere manier vinden om met die situatie om te gaan die toch wat beter past, want dit kost me heel veel energie. Dus die uitnodiging zit er ook in. En dan hebben we nog een andere poortdag op 11 oktober. En die stelt ook weer die vraag om de stilte op te zoeken. Dus zowel 8 oktober als 11 oktober zijn poortdagen. En alle twee vragen om de stilte op te zoeken. En in 11 oktober die nodig je uit om vooral de stilte in jezelf te creëren. 8 oktober meer fysiek op te zoeken. En 11 oktober, die poortdag, die vraagt je om heel bewust vragen aan jezelf en aan je intuïtie te stellen. Dus bijvoorbeeld: wat is een andere oplossing voor, het voor de schoolpleinsituatie. En ook de tijd te nemen, de stilte te creëren in jezelf om te luisteren... welke antwoorden er vanuit je intuïtie komen. Want heel vaak gaan we alweer denken en ratelen in ons hoofd... en daardoor missen we onze eigen intuïtieve ingevingen. Dus dat zijn de energetische dagen. dus we kijken naar de hulpmiddelen, niet wetenschappelijk bewezen... puur omdat we het leuk vinden om mee te werken... dan zou ik deze week gaan voor de Edelsteen Onyx omdat dat energetisch gezien een hele fijne edelsteen is die helpt om de meningen van anderen los te laten, de invloeden van anderen van, van, van buitenaf ook los te laten, dus tot jezelf te komen. Een hele mooie loslaatsteen, dus eigenlijk loslaten energie. En voor de geur zou ik gaan voor de geur van salie. Meestal zou ik gaan voor eucalyptus, maar de extra reinigende werking die salie daarbij heeft, vind ik een hele prettige toevoeging voor deze week. Het is wel belangrijk als je Sali-geur gebruikt, of dat nou is in je handzeep, of dat nu is in je diffuser, of is dat nu is door te smutschen met Sali, is dat heel belangrijk om een goede liefdevolle intentie daarbij of daarna neer te zetten, zodat de energie die je weghaalt, want Sali voert energie af, dat je die ook weer opvult, zodat er geen ruimte ontstaat die random ingevuld kan worden door de energieën die in de buurt zijn. Dus met Sali ben ik daar wat voorzichtiger. Goed, dan hebben we denk ik besproken wat er in handig is om te bespreken. Dan gaan we nog even een kaartje trekken. Ik denk niet dat er heel veel kaartjes zullen zijn deze week. We gaan dit keer voor de fluistering om de hele orakelkaarten. Ik zit wat verder weg bij de camera volgens mij. En er kwam net al een kaartje naar voren toe, dus die kan ik zo pakken. En dat is het kaartje Onverwaardelijke Liefde. En dit kaartje is voor mij een uitnodiging om goed te blijven kijken naar wat ik kan doen in mijn dagelijkse dag, vooral gekoppeld aan deze week, vanuit liefde voor mezelf en liefde voor de mensen om me heen, mijn dierbaren. Dus als ik vanuit liefde kijk en mijn dag ook meer wil vullen met liefde, klinkt alles lekker om dat te zeggen, ook een beetje zweverig, maar gewoon lekker. Wat kan ik dan in mijn dagelijkse dag veranderen? Wat kan ik dan in mijn agenda veranderen en Misschien is dat puur dat je toch even dat momentje van een paar minuten neemt. Als je kinderen thuiskomen van school. Of als je partner thuiskomt van zijn werk. Of als je gewoon zelf thuiskomt. Om even echt samen te zijn of met jezelf te zijn. En te ontsprikkelen. En in verbinding te komen met jezelf of met je dierbaren. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Dus onvoorwaardelijke liefde is het eerste kaartje wat we hierbij tegenkomen. Gaan we even het andere. Kaartje pakken. Die moeten we gaan schudden. En natuurlijk zit alles hier door elkaar heen. En ik zie dat er een kaartje stiekem is blijven liggen. Die moeten we ook even erbij pakken. Ik heb ze al geschud, maar ik vind het altijd fijn om ze te bewegen terwijl ik een kaartje pak. Deze voel ik al gelijk. En het tweede kaartje is welzijn. En dit kaartje, dat vind ik altijd een hele fijne, hele nuchtere eigenlijk, want die vraagt ons om heel bewust te zijn van het gevaar van stress op ons welzijn. En ons, ons mind, ons perfectionisme, onze belemmerende overtuigingen, maar ook ons verantwoordelijkheidsgevoel. Die kunnen ons ervan proberen te overtuigen dat het heel belangrijk is om onze agenda zo te houden zoals die is. En je dingen te blijven doen zoals je doet. Want anders gaat het fout of het is nodig of wat dan ook. En daardoor kun je dingen blijven doen. Die je zoveel stress kosten. En die daardoor zo ten koste gaan van je mentale gezondheid en van je lichamelijke gezondheid. En dit kaartje wijst ons erop: van ja, sommige dingen zijn inderdaad praktisch heel belangrijk. Maar je welzijn en gezondheid zijn veel belangrijker. Dus hou dat goed in acht. Dat zijn de toevoegingen. Ik voel ook dat ik meer af mag ronden. Dus we gaan hem hier afronden. En ik wens je een hele mooie dag toe.